het begint eigenlijk met vanmorgen. Zet ik de radio aan. Nee, vanmorgen moest je een uur voorzetten. Hè? Dus, of je kreeg een uur cadeau, om het zo maar te zeggen. En ik denk, ja, dit is vandaag, of dit weekend, is een weekend van schuivende panelen. Hè? Dus, en dit schilderij hierachter vertelt ook wel zoiets. En het eerste lied wat ik vanmorgen op de radio, Radio 4, hoorde, dat was... Mijn God is een Vesterburg. Waarom? Omdat dat is Luther lied, hè, dat morgen is het hervormingsdag en dan vieren de hervormden, dat, of de protestantse gemeenschap viert dan, dat het 499 jaar geleden, dus volgend jaar hebben we een enorm Lutherjaar, dat Luther zijn stellingen op de deur timmerde daar in Wittenberg. Dat, nou, het was het eerste lesje van vanmorgen, maar gisteren werden wij in Breda getrakteerd op de Poolse militaire kapel. De burgemeester weet er alles van, want die is natuurlijk op moeten trekken met de Polen. En dat, wij vierden dus de 72-jarige bevrijding van Breda. Ook een schuivend paneel. Vandaag is het Halloween, of dit weekend. Hè? Dus, nou, we zetten maskers, noem het wel een tweede carnaval. Hè? Dat, de hele Zuiderwaterlinie is ook een linie van schuivende panelen. Dat, dit schilderij wat hier achter ons staat, dat heb ik zelf meehelpen naar Breda te brengen. Want dat stond ergens in een kerk in Lochem, eind jaren 70. Werd aangeboden aan de gemeente Breda. Het ding was dubbel gevouwen en stond al jaren in opslag. Die naad zit er nog steeds in. En wat moest Breda met dit schilderij? Want ze hadden al een kopie hangen. Maar toen bleek dat deze kopie van voor de Eerste Wereldoorlog was. Als Breda in 1930 had geweten dat die kopie bestond van Keesmaak, hadden ze nooit opdracht gegeven om kopie te maken. Dus het was enigszins gênant om dat schilderij, wat gratis werd aangeboden. De gemeente moest wel de restauratie betalen en inlijsten. Het was enigszins gênant om dat af te wijzen. Bovendien was de schilder een hele bekende theaterschilder, Kees Max. En die heeft dit schilderij in Madrid rond 1910 gekopieerd ter plekke. En mocht zelfs doorschilderen als de Spaanse koning op bezoek kwam. Ineens kreeg het ook een hele eigen geschiedenis. En het schilderij is geschilderd naar een toneelstuk. Daarom vond Kees Max, dat was ook een circusschilder en een theaterschilder, die zat constant in Carré en maakte alsmaar sketches van allerlei vrolijke theatergezelschappen, vooral impressionistisch, prachtige schilderijen. En dit was voor hem een proeven. Ze had een rijke vader, die was aannemer, had onder andere het Rijksmuseum in Amsterdam gebouwd. Laten we even bij thuis blijven. Maar hij kon zich permitteren dat schilderij daar te kopiëren, één op één. Dat is lang vergeten. Komt dus eind jaren 1970, duikt het op en ze willen het kwijt. En zodoende komt dat hier terecht. Intussen is het schilderij natuurlijk ook alweer een schuivend paneel geworden in de hele de rol van het Bredaanse Museum in het nieuwe culturele patroon wat ons staat te wachten. Het is het grootste kunstwerk wat in de collectie zit aan schilderijen. Ja, natuurlijk de kopie in het stadhuis idem, die is zelfs iets groter. Max heeft er een stukje afgehaald om niet te laten verwarren met het originele. Nou ja, dat... dat bracht mij op het thema schuivend paneel. Nou, stelt dit een stuk voor waarin die zuidelijke waterlinie voorkomt. En als je die zuidelijke waterlinie trekt, dan kun je een lijn trekken van Bergen op Zoom via Roosendaal, Breda, Den Bosch. En als je hem doortrekt, kom je via Grave in Nijmegen uit. En als je hem aan de andere kant doortrekt, dan kom je in Oostburg uit, in Zeeland, en bij het Zwin. Eigenlijk loopt de lijn van het Zwin, dus de Oostende, tot aan waar de Rijn ons land binnenkomt, dus van water tot water. En die lijn van vestingsteden, want die liggen daar allemaal op, dat is de lijn, dat noemen ze de Brabantse naad, waar Hoog-Brabant overgaat in Polder-Brabant, om het zo maar te zeggen. Natuurlijk niet volgens een rechte lijn, die hebben wij bedacht, maar daar zit natuurlijk een wat grillig patroon in, want de natuur laat zich niet sturen met linealen. Het aardige is dat als je Bergen op Zoom en Den Bosch neemt, dan ligt Breda precies op die lijn, precies in het midden. De driesprong. Ik heb het uitgetekend op de kaart. Dus Breda ligt precies tussen Bergen op Zoom en
Den Bosch in en dan kun je nog allerlei leuke lijnen trekken. Dat zal ik je verder besparen. Maar het geeft aan die strategische positie die de vesting Breda heeft gekregen in de loop der tijden. Waar de wisselingen vonden en waar ook in die lijn steeds meer vestingen gebouwd werden naar aanleiding van de 80-jarige oorlog. Dus je hebt Willemstad, je hebt Heusden, je hebt bij Den Bosch, Woudrichem en uiteindelijk Graven en zo. Dat zijn allemaal vestingsteden, hè, laten we zeggen uit de 80-jarige oorlog, wel strategische plaatsen die versterkt werden. Dat roept eigenlijk de vraag op, waar hebben we het eigenlijk over? Hè? De Zuiderwaterlinie zeggen wij hier, hè? Maar op dit schilderij is het de Noorderwaterlinie. Want de Spanjaarden die veroveren Breda, hè, op de Noorderlingen. En voor de Spanjaarden was diezelfde strategische lijn was de Noordgrens. Terwijl in het noorden zeiden ze, nee, dat is de zuidgrens, tot zover en niet verder. Dus dat is ook weer zo'n schuif, afhankelijk van de omstandigheden. Maar in dit geval kun je dus zeggen, hè, Breda wordt veroverd door de Spanjaarden. Het is gewoon de Noorderwaterlinie van de Spanjaarden. Die gingen ook nog wel door als het enigszins kon. Goed. Het andere element is, wie staan erop, dat weten we, Spinola en Justinus van Nassau. Een gebouw wat we hier in Breda nog kennen en een tijd lang ook een museum geweest. Een halfzoon, een erkende bastaard van Willem van Oranje. Dus hij erkende deze als volle zoon. Hij heeft er misschien wel, die Nassau's hebben dat wel meer geflikt, maar die werden dan niet erkend. Maar Justinus was blijkbaar zo kraakhelder. Dus toen die Spanjaarden dit moesten uitbeelden in een toneelstuk, in feite het decor van het toneelstuk is de kaart die daar in de opgeprikt is, ook als een behangetje. Hè. Die kaart die zie je eigenlijk hier terugkomen. Dus in dat toneelstuk wat in Spanje werd opgevoerd over de edele overwinning van de Spanjaarden op hun overwonnenen, dat wil zeggen de moed van de overwinnaar, van de overwonnenen, de moed van degene die weerstand bood, is de kracht van de overwinnaar. Dus een goede tegenstander moet je in ere houden. Dat is de Spaanse trots. Zullen we maar zeggen dat de moed van de overwonnene is de roem van de overwinnaar. Dus, en omdat een halfzoon van Willem van Oranje was en die Spanjaarden vonden dat natuurlijk ook wel aardig dat die gouverneur van de stad die zich over moest geven, dat het een halfzoon was van Willem van Oranje, dan werd er nog meer theater van gemaakt. Die belegering die heeft waanzinnig veel geld gekost, 9 maanden geduurd. Maurits is eraan dood gegaan, bij wijze van spreken. Dat werd voor Spanje dus een hele beroemde overwinning, waarvan wij eigenlijk zeggen, ja, maar dat is onze overwinning niet, maar in Spanje hangen dus, is dit een onderdeel van een hele hoop van dit soort edele Spaanse overwinningen die daar in het paleis hangen of gehangen werden in een paleis wat gebouwd werd. Daarnaast hadden we voor die tijd, dus hier hebben we het over 1625, juni 1625. We hebben zelfs een Bredaarse wetenschapper, Hispanoloog, Simon Vos, dat is inmiddels overleden. Die heeft dus als Bredanaar en Spanjekenner, heeft hij precies de andere geschiedenis bestudeerd en daarover gepubliceerd. Nou, dat eindeloze boek, maar door het archief ook voor een deel uitgegeven. Maar die heeft dus die teksten van dat toneelstuk vertaald en die heeft hier een toelichting bij dit schilderij geschreven. Voor die tijd, dus voor 1625, 1621 liep het 12-jarig bestand af. Dat was, 80-jarige oorlog was niet constant ruzie en constant vechten. Nee, er was een pauze van 12 jaar, waardoor de Nederlandse handel op Oost-Indië enorm kon toenemen. Er werd niet allemaal weer onmiddellijk geplunderd en gedaan. Maar op een gegeven moment zakt dat verdrag in elkaar. Maar tijdens dat 12-jarig bestand is de oudste zoon van Willem van Oranje, die gegijzeld was door de Spanjaarden en in Spanje, in Madrid, katholiek werd opgevoed. De oudste zoon, dus daarna hebben we Frederik Hendrik Maurits en ook Justinus gehad, maar hij was de eerste opvolger. De Spanjaarden hebben in het 12-jarig bestand gezegd, nou, die noordelijke Nederlanden laten we met rust, maar die zuidelijke Nederlanden, inclusief Brabant, laten we zeggen die Brabantse naad,
dat wordt Spaans. Dat delen we in bij België. Hè, dat wordt het Oostenrijk-Spaanse gedeelte. En wij zetten daar de zus van de Spaanse koning als regentes in Brussel. Maar de zoon van Willem van Oranje krijgt zijn Bredaanse spullen terug. Hè, dus alles was gevorderd door de Spaanse koning. En daar hangen Jeroen Bos, die nu in het Prado hangt. Niet ver van dit schilderij, van dit origineel. Dat komt gewoon uit de collectie, uit het huis van de Nassau's in Brussel. Dat heeft Philips laten kopen, want de beslaglegging werd ook, de goederen werden ook verkocht. Enfin, de Spaanse of de Bredaanse goederen kreeg Philips Willem terug. Werd hier geballotteerd, zullen we maar zeggen, of hoe heet dat? Ja. Op het kasteel, en hij mocht weer de Oranjeprins gaan. Maar wel katholiek en als concurrent eigenlijk op Maurits en op Frederik Hendrik, die in het noorden zaten en daar hun bezonjes hadden. Dus dat was een hele strategische zet van de Spaanse koning om die banneling of die gijzelaar weer terug zijn waarde te geven en daarmee de familie te overbluffen. Willem van Oranje was natuurlijk al vermoord in 1584 en toen zat hij nog in Spanje. Hij heeft hier, ik geloof, 8 of 9 jaar kunnen wonen, 1618 als ik het goed zeg, overleden. 1621 liep het 12-jarig bestand af, maar 1618 is hij ineens overleden aan een medische behandeling. Maar in feite waren dus zijn broertjes Maurits en Frederik Hendrik wel blij dat hij dood was, want die waren toen de opvolgende erfgenaam. Dus hij heeft hier in Breda niet zoveel kunnen doen, behalve de nieuwe Prinsenkade aan kunnen leggen. Dus de overkant van de haven, dat was gewoon polder. Geen mooie haven, maar dat is een van zijn werken. En ook het speelhuis heeft hij geïnitieerd. En hij woonde in Diest eigenlijk hoofdzakelijk. Ook hier zie je ook weer die schuivende panelen en die verschillende machten die we gisteren gevierd hebben, die we morgen vieren. Al die schermen en panelen die een voorkant en een achterkant hebben, die zien we alsmaar verschijnen. Dus wat is nou eigenlijk onze geschiedenis? Dat wij leren op de Spaanse schoolboekjes leren ze dus heel iets anders dan op de Nederlandse schoolboekjes. De Spaanse noblesse is, die hebben de Nederlanders gespaard. En wij zeggen, die Alva, dat was een rotzak. Laatste van het verhaal is dat een van de voorgangers van Willem van Oranje, onze beroemde graaf Hendrik III, trouwde met zijn derde vrouw, Mencia de Mendoza. En dat moest om tactische redenen, omdat de familie de Mendoza was heel machtig in Frankrijk. En als hij zou huwen met een andere adel in Spanje, met name de familie Alva, dan zou de koning geen macht meer hebben. Dus Mencia de Mendoza is uitgehuwelijk aan Hendrik III, op bevel van Karel V, de keizer, om te voorkomen dat Alva de macht zou krijgen. Nou, dat hebben we geweten. Die man die heeft uiteindelijk ons proberen klein te krijgen met allerlei dingen. Ik denk dat ik hiermee een prikkelend betoog heb gehouden. Zeker.